Nou, tarpenvissen Curaçao. Ik gebruik een 14 rips ribboot, 14 voet ribboot. Ik heb heel veel verschillende boten gehad hier, van skift tot Carolina skift tot echte tarpenboot uit Miami. Het was allemaal niet goed genoeg voor hier. Ik heb enorm soms op diep water. Ik moet met de motor soms en met de hele boot op zulke diepte zien te komen en dat kon niet met die andere boten. Deze boot is handelbaar, hij is niet te groot. We hebben een fantastische stoel erin. Iedereen zit als een koning in de stoel. Ik zit lekker. We hebben een mooie 15 pk Yamaha Anduro motor erop. Anduro betekent dat hij speciaal zoutbestendig is. Dus ik hoef hem ook niet te spoelen. Ik hoef niet zoveel service te doen eraan. Eén keer in de half jaar service is al top voor die motor. Ja, het is de ideale schip. Als we een grote vis eraan hebben, net springt hij in de vis, naast de boot. Als we een grote vis eraan hebben, sta je lekker op het punt van die boot. Je kan lekker staan, de boot is super stabiel. Ik sta vaak op mijn stoel zo. Zo kan ik gaan kijken of ik de vissen zie, ik spot de vissen. En ja, sta je een vis te willen, kun je op het punt van de boot staan. Ik hoop dat we dat zo direct vandaag nog kunnen demonstreren. Sta je op de boot, kun je heerlijk drillen om de punt van de boot heen. Kan nooit wat gebeuren. Ik vind het een ideale boot. Vergeet niet jullie te abonneren en te delen. Scooterfishing.